voor mijn bruidscafé. We staan op de camping. En dan gaan we ook gewoon barbecue natuurlijk. Dus wat gaan we vandaag doen? Super lekker. Ik heb bij de lokale slager hier een mooi stukje procureur gehaald. En daar gaan wij vandaag een heerlijke pulled pork van maken. Ik heb niet heel veel meegenomen op vakantie, dus ik heb één rub waar daarmee moet ik het doen. Dus deze gaan we heerlijk inrubben. Nou ja, het proces hoe je iets in de rub moet zetten, dat is inmiddels bekend. En zoals je ziet op de camping is het soms behelpen, maar dat maakt het wel weer leuk. Dus deze gaan we lekker helemaal in de rub zetten. Barbecue staat aan. En dan gaan we eens even kijken of dat op de camping ook net zo lukt als thuis, maar dan een iets kleiner barbecue. Nou, die staat mooi in de rub. Normaal zou ik het in de avond van tevoren doen, alleen gisteravond niet aan toegekomen. Dus doen we het nu even. Ja, ik wil hem eigenlijk nog even een half uurtje laten liggen als het kan. Kan hij mooi warm worden en dan kan hier de rub een beetje erin trekken. Gaat hij er zo meteen op en dan gaan we van daaruit verder kijken of het gaat lukken op de camping. Dus te vroeg voor een biertje, maar proost met een kopje koffie en gaan we zo meteen het ding er even op leggen. Tot zo! Met een normale barbecue zou ik zeggen, gewoon indirect. Graadje van 110, 120. Is even allemaal wat lastig hier op de camping, want ik heb niet de goede temperatuurmeter bij me. Ik heb geen rookhout bij me. Maar lekker terug naar de basics, gewoon aanrotsooien en in het ergste geval halen we vanavond dat of zo. Ik heb aan de zijkant, ik heb hier wat koeltjes. Deze gaan we zo meteen zo neerleggen. Ga je wel rookhout gebruiken, dan zou ik zeker wat appelrookhout gebruiken. En laat dit de komende paar uurtjes er maar even op liggen. Even kijken. Zo. Deze gaat erop. Die mag even gewoon heel rustig gaan garen. Over een paar uurtjes gaan we wel even kijken en dan gaan we eens een keertje temperatuurtje meten. Normaal zou je dus nu wat rookhout toe kunnen voegen, maar dat doen we niet. Andere keer weer. We gaan even kijken, we gaan het beleven. Dus tot zo, dekseltje erop. Tot zo. Nou, we zijn inmiddels ongeveer een uurtje of vier verder. Hij ligt lekker op de barbecue, gaat heel rustig, heel langzaam. Ik had geen appelsap of sinaasappelsap of whisky of wat dan ook mee. Dus ik had bedacht, ik snijd een appel in stukjes. Dat gaat vast ook wel lukken als we gewoon wat appelpadjes erop leggen. Want normaal wil je altijd wel even een beetje insprayen met appelsap. Gemengd met misschien wat witte wijnazijn of cidrazijn of iets dergelijks. Of met whisky. Dat heb ik allemaal niet bij me, want ik ben op vakantie. Dus we doen het gewoon met stukjes appel. We zullen eens even kijken wat de temperatuur is. En dan gaan we een stukje appel erop leggen. We zitten nu rond 47 graden. Ik mag even een ander stukje meten. Ja, ook zo rond de 47. Het gaat allemaal ietsjes langzamer dan met een gewone Kamado of wat dan ook, maar op zich is dat het leuke, gewoon lekker aanrommelen. Stukjes appel erop. Blijf liggen. Ik wil niet, zo. Nou, mag dit eventjes weer lekker doorgaren. Nou, daar zijn we weer. We zijn alweer een paar uur verder. De temperatuur begint aardig richting de 60, 65 te klimmen zo'n beetje. Even kijken. 64 graden ongeveer. Hier nog even testen. 70. Dat betekent dat we richting de stoel gaan. Dan blijft hij heel lang op 70 graden hangen. Als je de tijd hebt, kan je hem gewoon laten gaan. Dan komt hij daar wel doorheen. Maar ik heb niet heel veel tijd en ook niet de best geïsoleerde
barbecue. Dus we gaan hem even inpakken in aluminiumfolie. Zo. Appeltjes zijn al mooi gekrompen, dus dat betekent dat het vocht er lekker langs is gelopen. Wat we doen, ik heb hier een klein beetje cola. Als we die nou eroverheen gieten, dan brengen we wat vocht weer in. Even kijken. Ik kan het mooi gaan stomen, blijft vochtig. En die mag weer terug. Zo. Dan gaan we af en toe een beetje weer temperaturen. En na 90 graden, 92, dan gaan we eens even kijken of die een beetje uit kaart te trekken is. En als dat zover is, dan kunnen we hem poelen. Dan kijken we weer even verder. Dus deze. Die maakt dicht. Zo. En dan komen we straks weer even kijken. Doei doei! Volgens mij is die gewoon helemaal klaar. Ik heb stiekem natuurlijk voordat we gingen filmen al gevoeld. En die is gewoon echt helemaal ready to pull. Dus wat we even gaan doen. Het weer is iets minder. Dat heb je in Nederland op een camping. Als je nou met aluminiumfolie eruit haalt, let dan eventjes op dat je de eventuele sappen meteen opvangt. Want dat houdt het lekker vochtig. En dan wordt hij niet zo droog. In dit geval ga ik wel even die stukjes appel eraf halen. Ziet er echt schitterend uit. Kijk. Ik ga toch even kijken of dit een beetje fatsoenlijk op de camera gaan krijgen van jullie. En die gaan we even poelen. Wat ik altijd fijn vind is om nog een beetje barbecue saus eroverheen te doen. Een beetje van de rub die je ook gebruikt hebt. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dan doe ik zo meteen nog een broodje en dan krijgen jullie het eindresultaat van mij te zien. Dus tweetallen geduld toch? Nou, we zijn klaar met poelen. Doen we eerst een klein beetje koolsla aan de onderkant. Dan doe je wat pulled pork op je broodje. En dan kan je een augurkje of een sausje, wat je wil. En dit is mijn broodje pulled pork op de camping. Ik ga straks even wat hongerige mensen ga ik blij maken met nog meer pulled pork. Ik ga hem even proeven. Uitstekend. Ik ga dit serveren. Even mijn broodje meenemen. En dan zie ik jullie hopelijk volgende keer weer vanuit mijn braaihoek in plaats van de camping. Dus fijne vakantie allemaal. Vergeet niet te liken, te subscriben. Doei doei!